en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op een Knowledge Chapter. Vandaag ga ik met Roy de boyfriend tag doen, want dat is mijn boyfriend. Dus goed, maar we gaan niet zomaar vragen of we. Hij gaat niet zomaar vragen beantwoorden. Hij moet ze goed hebben, anders heb ik hier een elektrische vliegenmapper. En dan, ik zal het bijna niet doen, want zo ben ik niet. Ja. Dus. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ja, en er komt nog een keer een girlfriend tag met dit ding. Maar ik ga gewoon zorgen dat ik dan alle vragen goed heb, want ik vind dit echt niet leuk. Ja, laten we beginnen. Ben je er klaar voor? Nee. Wel. Waarom ga je naar achteren? Omdat het dan veilig zit. Zo, ontspannen. Ja. Relaxed. Ja. Oké. Helemaal niet. Nee. Helemaal niet relaxed. Ja? Nee. Waar doe ik? Vraag nummer 1. Hoe lang zijn wij precies samen in jaren, maanden en dagen? 8 jaar. 10 maanden. En 1 dag. Ja. Ja. Zo, dan moest jij dan over nadenken. 9 jaar, 10 maanden en 1 dag. Nee, dat is niet. Jawel, 8 jaar. Oh, ik had al 8 jaar. 8 jaar, 10 maanden en 1 dag. Ja, dus dat je al inderdaad 8 had gezegd, maar ja. Anders. Ja. Vraag nummer 2. Wat is mijn favoriete jaargetijde? Jaargetijde. Jaargetijd. Oké. Okay. Seizoen. Ja, dat snap ik. A few moments later. Ik zit te twijfelen tussen 2. Zo. Yes. Ja. Goed hoor. Ja. Goed, ik ben trots op je. Twee goed. Twee. Vraag nummer 3. Wat was mijn allereerste favoriete film? Hoe moet ik dat nou weten? Daar hebben we het wel eens over gehad. Was namelijk een Fright and Hint. Dat was namelijk de eerste film die ik op DVD had. En dat heb ik wel eens verteld. Weet ik veel. Eindig met een. Wacht even. Een O. Een O? Oh, sorry. Nee, een U. Een U? Ja. Dan maak ik het niet makkelijker. Oké, zal ik een hint geven? Ja. De film komt uit 1999. Oh, dat weet ik wel. Nou. 10 things I hate about you. Waarom weet je dat nou ineens? Ja. Hoezo weet je als ik zeg 1999, dan weet je dat? Ja, dat weet ik het. Jij weet dat mijn favoriete tv-serie Charmed is. Maar welke van de 4 zussen is mijn favoriet? Jezus. Alyssa Milano. Nee. Dat was Rose McGowan. Wel? Ja. Die had de coolste kracht. Waarom? Orbe. En nog. Oh, ja! Nee, ja! Kappen! Hier. Nee. Ik vraag nummer 5. Welke opleidingen heb ik allemaal gedaan? Vanaf na de kleuterschool. Vanaf na de middelbare school. Diploma opleiding. Schat, vanaf na de middelbare school. Vanaf na de middelbare school. Ja. Gewoon welke of ook nog in volgorde? Het liefste volgorde, maar vooruit, doe maar welke. Nee, in volgorde weet ik ook. Oké, in volgorde dan. In volgorde. Fotonica. Zo, netjes. Ja. Dat zou ik gewoon weten, juist niet had geweten. Fotonica dus. Ja. En daarna leraaropleiding Engels. Ha, fout. Wat? Nee. Oh nee, wacht. Nee, moet je niet in volgorde. Jawel. Jij zei het liefst wel, maar niet, hoeft niet per se. En toen zei jij, maar ik weet wel, zeg nou. Ja, oké, dan weet ik ze voor niet, maar ik weet ze wel allemaal. Ja, maar wat is die laatste dan? Hoe heet dat nou? Onderwijsassistent. Ja, maar goed, het was niet volgorde. Ja. Niet? Wel. Mijn taal voorbereiden. Nee! Doet je nog een. Ah! Vraag nummer 6. Wat? Is het favoriete snoepgoed van mij? Als ik al snoepjes eet. Jij hebt liever snoep. Ja, dat klopt. Maar als ik snoep eet, dan heb ik wel één favoriet.
Sinds wanneer? Echt altijd. Jouw auto niet van snoep. Vure matten. Ja. Ja. Zie, dat is zo moeilijk was het helemaal niet. Vraag nummer 7. Wie is mijn favoriete Nederlandse beautyblogger? Waarom moet je het kunnen raden? Nou ja, je kent ze wel allemaal. Ja, maar dan weet je niet wie je favoriet is. Nou ja, dat weet ik niet. 2 hours later. Die van dat boek die de opening deed op de beurs zou zijn geweest. Hoe is ze? Is dat Miss Lipgloss? Dat was Miss Lipgloss. Ja. Miss Lipgloss. Miss Lipgloss? Ja. Ja. Die. Is dat je antwoord? Ja. Nee, dat is niet goed. Nee. Maar dat is wel grappig, want diegene die ik bedoel, die was ook op de beurs. En oh de ja, dat weet ik wel, ja. Shit, alleen ik weet niet wat die heet. Weet ik wel. Dat is die Indische. Ja, maar goed, als jij weet van welke site? Beauty Lab. Damn! Ja! Vraag nummer 8. Wat was mijn CITO-score? Die weet ik niet. Jawel. Niet? We hebben het al vaker over gehad. 5,36. Nee, dat weet ik ook niet. Maar je zat wel in de buurt. 5,37. Nee. 5,38. Nee. 5,35. Ja. Yay! Ik had het goed. Ja, nou... Ik zat er wel heel dichtbij. Ja. Ik ga het hem nat maken voordat je stroom krijgt. Slim. Ja? Vraag nummer 9. Wat is mijn favoriete make-up product? Dat is geen merk, dat is gewoon... BB cream. Nee. Dat gebruik ik echt nooit. Oh, concealer. Ja, dat was hem. Maar je zei... BB cream is concealer! Nee! Ik vind hem wel. Nee, wat is dat dan? Dat is voor je gezicht en concealer is onder de ogen. Dat heb ik zelf. Moet jij hem zelf houden? Ja, ik heb hem zelf. Niet stiekem naar mij toe bewegen! Nee, ik doe niks. Vraag nummer 10. In welk jaar ben ik begonnen met bloggen? Serieus? Ja, hoezo niet serieus? Ja, vroeger. Nee, serieus. Ja. 2013. Ja. Yay! High five. Jongen. Kijk. Fuck! Doe de baal. Zie je dat je een eigen YouTube kanaal moet starten? Ja, ga ik alleen maar filmpjes van een kwartier uit zo. Nou, dat is wel leuk om hieronder te reageren. Als je dat leuk vindt, dan zou je een eigen YouTube kanaal starten met dat. Laat het me hieronder weten! Dus we gaan een vlog. Vlog, het is helemaal geen vlog. Het is helemaal geen vlog. Ik krijg het normaal van jou. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden om te zien. Doe een blauw duimpje omhoog als dat zo is. En hieronder of hierboven waar dan ook kun je abonneren op mijn kanaal. Doe dat, dat is kei leuk voor meer leuke video's. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Zo, door naar het volgende beeld, want dit gaat het nu worden. Deze. Oh wauw, dan ga je schil kijken. Kijk op stoel. Ah, dat is een spin! Oké, volgende keer krijg je geen hint meer. Jawel, anders krijg je ook geen hints. En dan ga ik nog veel moeilijkere vragen bestellen. Ga ik bellen en zeg ik van, hé, mag ik een paar vragen? Maar dan wil ik wel moeilijker, want ze mag het antwoord niet. Ding dong, ik heb een vraag voor je. Ja. In een pizzadoos. Ik weet niet wat ik doe. Dat weet ik niet.